Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag wil ik jullie een achtergrondtechniek laten zien en die is geïnspireerd op het werk van Gerhard Richter. Dat is een kunstenaar uit Duitsland. Die man maakt fantastische abstract projecten en ik heb de laatste tijd heel veel video's van die man gezien en ik heb er echt met bewondering naar zitten kijken hoe die man zijn kunstwerken maakt. Hij maakt gebruik van een soort rakel, iets waarmee hij de verf schraapt. En het is heel bijzonder. Ik zal een link plaatsen onderin de beschrijving van deze video. En er is een videokanaal. En daar zie je heel veel leuke filmpjes van hem. En ik zou zeggen, kijk daar eens naar. Ik heb daar echt met bewondering naar gekeken hoe die man werkt. En ik ben dat eens gaan nadoen. En wel op een iets andere manier. Maar toch, het idee van hem, dat sprak mij gewoon zo ontzettend aan. Ik ben aan het oefenen met abstracte projecten te maken op canvas. Ik vind dat heerlijk om te doen. En zoals ik al vaker zeg, mijn art journals zijn eigenlijk oefenboekjes waarin ik technieken oefen. Die ik later kan gaan gebruiken op canvas. Nou, ik heb hier twee canvassen liggen. Die zijn nog niet klaar, maar dan krijg je al een beetje een indruk van wat de techniek is. Je schraapt eigenlijk verf over je doek en je doet allemaal laagjes over elkaar. Dus omdat je elke keer maar heel weinig verf gebruikt, is die verf vrij snel droog. Ik vermoed dat Richter wel met olieverf werkt. Dat is wat langer nat. Ik heb geen olieverf, maar ik heb wel acrylverf. En ik vind het ook heel prettig werken met acrylverf. Dus ik heb mijn Amsterdam acrylverf erbij gepakt. Ik heb wat leuke kleuren uitgezocht. En die ga ik ook gebruiken vandaag. En om jullie te laten zien hoe ik die techniek ga doen. Het is op mijn manier, en, maar wel afgeleid dus van die van die fantastische kunstenaar. En die maakt canvas zo groot. Nou, dat is gewoon geweldig om te zien. En hoe hij dan die verf schraapt. Nou, dat is geweldig. En ik zou het niet kunnen. Ik denk dat het ook heel zwaar is om te doen. Maar het is wel ontzettend gaaf om te doen. Ik ga het dus vandaag in het klein laten zien. Ik ga het laten zien op een art journal pagina. Zal mijn doeken even aan de kant leggen. Die zijn nog niet af. Want wanneer is zo'n doek of een art journal pagina nou af? Nou ja, als jij hem af vindt. Jij kunt hiermee zo lang doorgaan als dat jij wil. En het is helemaal, het is gewoon jouw kunst. Ik zeg het wel vaker, het is nooit goed, het is niet fout. Het is jouw kunst. Jij hebt het zo bedoeld, dus niemand kan zeggen dat het fout is. En dat is ook met dit zo. Het is een beetje ongecontroleerd. Je hebt er niet echt de controle over wat je nou aan het doen bent. Maar dat vind ik juist spannend. Ik vind het juist mooi. En dit is echt perfect om een achtergrond te maken voor in een art journal pagina. Maar uiteindelijk ook om daar gewoon een mooi doek van te maken. En als jij het afvindt. En eerder is het niet af. Zolang jij het nog niet af vindt, ga je door. Ga je door met verf opbrengen. En ik ga jullie daar gewoon eens in meenemen en ik ga je dat laten zien. Ik ga werken op het Strathmore Mixed Media papier. Dat is lekker stevig. Kan lekker veel aan. Natuurlijk zitten mijn gaatjes er al ingeponst voor mijn Discbound Journal. Dat ik gelijk de pagina in mijn Art Journal kan doen als ik klaar ben. Nou, ik heb een plastic bordje. En hier ga ik verf op aanbrengen. En ik moet zeggen, ik vind het niet erg om verf aan mijn handen te krijgen. Vind je dat wel? Ja, dan kun je het op een andere manier doen. Maar ik breng de verf gewoon aan met mijn handen. Ik doe dus hier een klein beetje verf op en allemaal verschillende kleurtjes. En ik pak de verf er gewoon met mijn handen af. Vervolgens ga ik de verf aanbrengen
op iets waar je mee kunt schrapen. Ik heb hier een raamwisser en dit is prima voor je grote projecten. En ook eigenlijk zelfs nog voor deze pagina. Eén keer eroverheen schrapen en je hebt gelijk alles in één keer gedekt. Dus daar kun je mee schrapen. 69 cent bij de Action, dus niet duur. Er hoeft geen hele goede kwaliteit raamwisser te zijn. Je hoeft immers je ramen niet mee te zemen. Dus gewoon een hele goedkope raamtrekker. Nou, ik heb het ook gedaan met een squeezy. Dit is een gelplate squeezy van Ranger. En ook hiermee kun je heerlijk schrapen. Deze is wat kleiner. Dus zeker voor de... voor een art journal pagina, wanneer het wat kleiner is, is deze misschien nog wel net zo gemakkelijk. Maar heb jij een oude creditcard, kun je ook gebruiken. Een oude cadeaukaart. Zelfs denk ik met een stuk papier kun je hetzelfde nog wel gaan doen. Maar het moet een beetje flexibel zijn. Dat is het enige wat eigenlijk een must is. En dat het een klein beetje flexibel is, dat werkt gewoon wat prettiger. En ik ga je laten zien hoe ik dit ga doen. Wat heb ik allemaal klaar? Ik heb natuurlijk mijn stukje papier. Dus het mixed media van Strathmore. Ik heb hier een brede kwast. Deze kun je ook bij de Action kopen. Ik heb ook wel van die echte duurdere, maar die heb ik wat smaller. En wat je met deze kwast doet, is eigenlijk gewoon kleur aanbrengen. Je brengt als eerste laagje, breng je gewoon wat kleur aan op je papier. Dan heb je gelijk al een goede basis voor jou. Voor jouw project. Ik breng deze verf ook rechtstreeks aan op het papier. Heb je niet genoeg, kun je altijd nog wat bij doen. En wat ik nu doe, ik ga gewoon heel nonchalant. Ik ga beginnen met het met de lichte kleur. En ik ga gelijk ook over de donkere. En ik ga gewoon een basislaag aanbrengen. Dat het witte van het papier straks weg is. Komt er nou nog een klein beetje wit door, is niet erg. Ik doe mijn kwast even in een pot met water. Laat ik even staan. Die ga ik straks als ik helemaal klaar ben, ga ik die schoonmaken. Maar ik ben de kwast nu even niet meer nodig. Dit laat ik even drogen. Je kunt dit aan de lucht gaan drogen. Je kunt dit natuurlijk ook met een heat tool kun je dit even gaan drogen. Dat is wat ik nu ook even ga doen. Ik ga de laag even goed drogen met de heat tool. Je kunt ook doorgaan, maar dan moet jij dus wel kleuren gaan gebruiken die gemengd kunnen worden met deze kleuren. Ik ga dat niet doen, dus ik ga ervoor zorgen dat de laag even goed droog is en dan kom ik bij jullie terug. Nou, daar zijn we weer terug. De achtergrond is droog en ik zal hem wat van dichterbij laten zien. Je ziet gewoon dat de strepen van de kwast, die zijn nog heel duidelijk zichtbaar. Ik vind dat niet erg. Ik vind het juist, dat geeft net straks dat beetje extra aan je pagina. Dus helemaal niet erg, het hoeft ook niet netjes. Dit is een basisachtergrond die je hebt gemaakt. Ik moet zeggen, ik vind hem eigenlijk nog wel heel erg leuk geworden. En je kunt hem zo laten, maar ik ga daarmee verder. Alles is goed droog. Nou, ik ga beginnen. Ik pak mijn raamtrekkertje erbij. En ik breng gewoon wat verf aan op de raamtrekker. Ik heb al wat verf op dit plastic bordje gedaan. Gewoon een paar kleine druppeltjes verf. En is mijn verf op,
doe ik er gewoon op dezelfde plek weer een klein beetje verf bij. Dit hoef je ook niet weg te gooien straks. Ik zorg gewoon dat al mijn verf gebruikt is voor mijn achtergrond als ik straks stop. En het beetje verf wat er dan nog op zit, dat laagje, dat laat ik gewoon drogen. En dan kan ik daar later kan ik daar weer gewoon dezelfde kleuren verf op gaan doen. Mocht ik namelijk later verder willen gaan met mijn achtergrond, dus hij is niet in de eerste keer klaar, dan kan ik nog verder gaan. En dan weet ik in ieder geval welke kleuren ik gebruikt heb en kan ik zo verder gaan met mijn achtergrond. Dus vandaar dat ik het gewoon een beetje erop laat zitten. Dan zie ik welke kleuren ik heb gebruikt. En kan ik gewoon eenvoudig de nieuwe kleuren er weer op doen. Nou, ik ga gewoon met mijn vinger. Ik pak wat verf op. En ik ga gewoon een beetje verf op mijn trekkertje doen. Je ziet een heel klein beetje. Als jij natuurlijk hele grote projecten gaat maken, ja, dan moet jij meer verf gebruiken. Maar nu heb je gewoon een kleine achtergrond en ben je gewoon niet zoveel nodig. Ik maak mijn vinger tussendoor wel even weer schoon om te voorkomen dat je lelijke vlekken krijgt. En het enige wat je nu doet is schrapen. De verf die hier op mijn glasmat zit, pak ik eenvoudig weer op. En ga ik gewoon weer gebruiken. Dus het enige wat ik nu doe is schrapen. En soms begin ik in het midden en soms begin ik aan de zijkant. Eigenlijk maar gewoon waar de trekker neerkomt. Waar zet je hem neer en je trekt het. Nou, dit is één laagje. Dit moet nu even drogen. En doordat jij maar een heel dun laagje verf hebt gebruikt, is dit eigenlijk zo droog. En je kunt nu ook verder gaan met de volgende kleur. Dat is wat ik ga doen. Het kleurgebruik. Het maakt eigenlijk niet uit welke kleuren jij gebruikt. Gebruik gewoon kleuren die jij mooi vindt, die jij mooi bij elkaar vindt passen. Maar gebruik donkere kleuren en gebruik lichte kleuren. Dan krijg je meer diepte in jouw achtergrond. En dus dat is wat ik nou ga doen. Ik ga nou witte verf pakken. Het blauwe van de verf van de ondergrond zit er nog op. Vind ik helemaal niet erg. Mag er gewoon op blijven zitten. Ik doe er gewoon een beetje witte verf overheen. Ik zorg even dat mijn vinger weer een beetje schoon is. Ik vind dit dus niet erg. Ik doe dit gewoon met mijn vingers. Wil jij dit doen met een spateltje? Prima. Met een wattenstaafje? Prima. Ik vind het niet erg om verf van mijn handen te krijgen. Ik vind het juist een heerlijk gevoel. Nou, en nu heb je alweer een nieuw laagje. Nou, sommige wat nog niet helemaal droog was, dat zal iets gaan mengen. Vind ik niet erg. Ik laat het mooi zo zitten. En ik ga weer door met mijn volgende laagje. Ik pak nou een donkere verf. Dit is donkerblauw. En ik ga weer precies hetzelfde doen. Dus je kunt ook heel leuk figuurtjes maken. Je kunt hier gewoon heerlijk mee spelen. Nou, dat is ook wat ik ga doen. Ik ga lekker nog eventjes door. Ik ga mijn raamwissertje even aan de kant leggen. Ik pak nou mijn squeezy erbij. En ik ga eerst even deze laag drogen. Dus even met een heat tool eroverheen. Die heb ik gewoon bij de hand liggen. Ik heb niet veel geduld, dus ik ga het gewoon snel drogen met mijn heat tool. Dat het een beetje droger is. Voordat ik verder ga met het volgende laagje.
Met een squeegee werkt het eigenlijk precies hetzelfde. Dus ook hier doe ik gewoon een beetje verf. Met mijn vingers erop. Nogmaals, ik vind het niet erg. Mijn vriendin zegt ook altijd dat ik overal in zit te kleien met mijn vingers. Maar ik vind dat heerlijk. Het is echt ontspanning voor mij. Nou, en ik ga weer precies hetzelfde doen. Nou, je ziet al die laagjes er nog onder zitten. En door de kleuren continu te herhalen. Dus ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5 kleurtjes op zitten. Door die kleuren continu te herhalen, krijg je op een gegeven moment gewoon heel veel diepte in jouw achtergrond. Het donkerblauw, dat is de donkere kleur. Het wit is de lichte kleur. De rest zit er een beetje tussenin. En het aqua, of ik zal even kijken, turquoise groen is dat in dit geval. Dat is de felle kleur die alles een beetje doet weer oplichten. Dus hele leuke manier om ermee te gaan spelen. Dus met een squeegee, met een raamtrekker kun je gewoon een hele gave achtergrond maken. En je gaat door net zo lang tot jij denkt van en nu is het goed. En dan is je achtergrond klaar. Ik ga nog lekker verder. Ik vind het nog lang niet goed. Ik wil nog lekker spelen. Ik ga jullie meenemen. Ik ga er vast een muziekje onder zetten. Dat het niet zo saai wordt om naar te kijken. Ik wens jullie daar ook heel veel kijkplezier bij. Maar heb je nog vragen over wat ik gedaan heb met de achtergrond maken? À la Richter, zeg ik het maar even. Ga ook vooral naar die video's kijken. Het is zo gaaf om te zien hoe die man dat doet. En ik heb daar heel veel bewondering voor. Ik wil het nog verder gaan doen op mijn canvas doeken. Ik ben daar nog lang niet mee klaar. Maar ik vind het heerlijk om gewoon ontspannen bezig te zijn. Je hoeft er niet te veel over na te denken. Het komt zoals het komt. En uiteindelijk zul je zien, maak je gewoon een hele gave achtergrond. En je hebt gewoon lekker zitten spelen met verf. Ik doe dit nu met de acrylverf van Amsterdam. Maar natuurlijk kun je hier alle soorten verf voor gebruiken. Heb jij een ander merk verf, kan prima. Heb jij olieverf, kan prima. Je zult alleen misschien je papier moeten aanpassen. Maar het mixed media papier van Strathmore kan gewoon heel veel verschillende materialen aan. En omdat ik ook nog niet, dit is alleen een achtergrond wat ik maak. Ik ga er uiteindelijk nog een art journal pagina van maken. Die gaan jullie ook aan het einde van deze video zien. Dan zal ik er nog foto's van maken hoe het uiteindelijk geworden is. Maar dit is de achtergrondtechniek. À la Richter. En lekker schrapen met verf. En heerlijk ontspannen. Het komt zoals het komt. Je gaat door totdat jij tevreden bent. En je hebt gewoon een gave achtergrond gemaakt. Nou, nogmaals. Veel kijkplezier bij deze video verder.